Matisse had wat je noemt een late roeping. Hij studeerde rechten. Hij komt uit Noord-Frankrijk. Hij gaat naar Parijs om rechten te studeren. Hij wordt ziek op een gegeven moment. En zijn moeder komt dan op het idee, ik geef hem een verfdoos. Dan heeft hij wat te doen. Du moment dat Matisse met die kleuren begint, wordt hij daar helemaal door gegrepen. Dat is in 1890. En hetzelfde jaar maakt hij zijn eerste olieverfschilderij. En besluit hij tot groot verdriet van zijn vader om kunstenaar te worden. Toen men Matisse vroeg, waar komt jouw vasthoudendheid vandaan, zei hij verrassend genoeg niet, mijn vasthoudendheid in de kunst heb ik van mijn moeder, omdat hij me altijd heeft gestimuleerd. Nee, hij zei, het komt van het graan. En daarmee doelde hij op de graan- en zadenhandel van de familie Matisse. Hier ziet u de uitgang van de zadenhandel met de vader in beeld. Het was het harde werk in Noord-Frankrijk waarmee Matisse al vroeg geconfronteerd werd. En waar hij zelf op een positieve manier op terugkeek in zijn eigen werk, waar hij juist het tegendeel ging doen. Door de luxe calme et volupté, de wilde kalmte en wellust na te streven. Wat mij altijd gefascineerd heeft, is hoe bij Matisse een lijn niet alleen contour is, maar tegelijk een indruk geeft van licht en volume. Je ziet bijvoorbeeld hier heeft hij zo'n voet uitgepoetst, die lijn. En daardoor ontstaat er een helder licht. En dat is heel erg knap hoe je met een lijn licht kunt suggereren. Het is een hele mooie oude film, sepia-film, waarop je Matisse ziet tekenen. Eerst een normale opname, heel snel, vloeiend en dan vertraagde opname. En dan zie je hoeveel beslissingen eigenlijk neemt en hoeveel twijfel erin zit en hoe die dingen terugneemt. En dat is razend knap gedaan. Het lijkt zo makkelijk. Het zorgeloze, het decoratieve, dat zijn begrippen die voor veel mensen een beetje een negatieve klank hebben. Want kunst hoort toch dramatisch te zijn en hoort toch een diepe inhoud te hebben. Matisse dacht daar heel anders over. Hij vond juist dat het decoratieve en het zorgeloze alle facetten van het leven in zich droegen. En dat is ook niet zo vreemd, omdat het gevoel voor ordening dat in decoratie besloten ligt, ritmische patronen, herhaling, iets is wat biologisch in de mens verankerd zit. En dat vind je ook terug in het werk van latere kunstenaars. In de tentoonstelling kun je heel mooi zien hoe naast een Matisse aan de ene kant een Rothko hangt en aan de andere kant een Barnett Newman. Rothko was een kunstenaar die zelf een hommage aan Matisse schilderde en duidelijk aangaf dat hij door Matisse beïnvloed is. Bij Newman lag het wat moeilijker. Die sprak liever niet over invloeden van Matisse. En Newman was ook iemand die het woord decoratief nooit in de mond zou nemen, maar juist het dramatische, inhoudsvolle van zijn werk benadrukte. Als je in één zin de hele tentoonstelling zou moeten samenvatten, dan is het dat Matisse zich tot zijn dood toe bezighield met het minimum dat nodig is om een suggestie te geven van lichte, vrolijke zorgeloosheid. We staan hier voor de Parkiet en de Meermin. Sommigen zeggen de Zeemeermin. Daar kan je eindeloze gesprekken over hebben. Waarschijnlijk de meest spectaculaire knipselwerk wat Matisse ooit heeft gemaakt. Wat je ziet is eigenlijk een samenkomst van een onderwaterwereld en een bovenwaterwereld. Als je goed naar die plantmotieven kijkt, dan is het eigenlijk heel moeilijk om te duiden. Is dat nou iets wat zeewier is of is dat weer dat bekende motief van de wingerplant? Die granaatappeltjes die horen denk ik wel echt uit de blauwe lucht in plaats van het blauwe water. En het is een fantastisch feestelijke compositie geworden waarin al die kleuren hun eigen plek hebben, maar in zijn geheel een hele rustige balans uitstralen. En dat is typisch voor Matisse, dat het heel expressief is, er gebeurt van alles en tegelijkertijd die soort serene rust in zich draagt. De parkiet staat natuurlijk voor het leven buiten. Hij had zelf ook altijd vogeltjes in zijn atelier, maar ook het feit dat hij vaak woonde omringd met een tuin waar vogeltjes floten. De zeemermin staat natuurlijk voor de onderwaterwereld. Je ziet hem ook prachtig gesitueerd met net iets meer ruimte dan de parkieten. Matisse levensveranderende ervaring had hij in de jaren 30, als hij in Tahiti is. Redelijk exotische bestemming. En dat hij voor het eerst een duikbril op zijn neus zet. Onder water gaat. En ik kan me dat zo goed voorstellen als jij jarenlang hebt geschilderd, waarbij je probeert om
de lichtinval, die ieder moment op de dag anders is om daar mee te werken. En dan zit je in één keer eigenlijk onder dat blauwe dak, valt vanaf de Evenaar dat licht rechtstreeks naar beneden, wordt gebroken en je krijgt die fantastische wereld van beesten, planten, et cetera. Nou, ik denk dat dat gevoel, daar heeft hij 10 jaar of meer dan 10 jaar over gedaan om dat gevoel wat hem toen overviel uitdrukking te geven in nou, het meesterwerk de Peruche. Dit is het kunstenaarsboek Jazz van Annie Matisse. Naar mijn smaak een van de meest mooie en bijzondere boeken die er ooit zijn gemaakt. Jazz is zo bijzonder en belangrijk binnen het oeuvre van Matisse, omdat hij hierin voor de eerste keer de knipseltechniek op een autonome manier heeft toegepast. Het heette aanvankelijk Cirque. En daar was hij toch niet helemaal tevreden over. Oorspronkelijk was deze plaat bedoeld voor de omslag van het boek, maar het is dus later veranderd in jazz. Ten grondslag aan deze prenten liggen originele cut-outs, dus dat is door Matisse geknipt uit papier en opgespeld of geprikt op een achterblad. Maar het bijzondere hiervan is dat het met dezelfde inkt is gedrukt als waar de originele bladen van de cut-outs ook mee zijn geverfd. Het begon met een vel papier die zijn assistentes met gouacheverf beschilderde. En dan kreeg hij zo'n vel aangereikt. En dan ging hij met de schaar daarin en dan ontstond er een vorm. Dat moesten zijn assistentes dan opprikken op de muur. En dan had hij een hele lange stok ook. En dan wees hij aan van nou nee, ik moet iets naar rechts of iets naar links of naar boven. Hij was heel streng, heel secuur. Zo bouwde zich langzaam de compositie op. En op een gegeven moment heeft hij zich ook gerealiseerd dat het gebruik van de cut-outs een soort tekenen met de schaar is. En dat was een waanzinnig inzicht. Het is een hele bijzondere presentatie van Matisse geworden. Beneden hebben we zijn werk gecombineerd met die van de collectie van het Stedelijk. En boven besteden we ruim aandacht aan de laatste fase, de knipsels van Matisse, waarbij onze eigen Peruche waanzinnig is herenigd met zijn broertjes en zusjes. Het begon allemaal met het bekende collectiecircuit van het Stedelijk en dat die in zekere zin de levensloop van Matisse weerspiegelt. Wat vertelt Matisse nou vanuit zijn werk op het moment als je hem echt gaat vergelijken met die collectie van het Stedelijk, die eigenlijk Matisse voortdurend op scherp stelt? We hebben hier naast elkaar Malevich en Matisse. Dit is een heel duidelijk verband tussen die twee. De jonge Malevich keek heel sterk naar wat voor hem een heel groot voorbeeld was, Matisse. Matisse schilderde dit in opdracht van een Russische verzamelaar, dus de kans is erg groot dat Malevich ook daadwerkelijk deze maatster heeft gezien. En eigenlijk op basis van dat felle kleurgebruik zijn eigen variant heeft gemaakt. We zien hier naast elkaar een hele abstracte Matisse met een beginnend abstracte Mondriaan. Ze hebben als overeenkomst niet alleen dat ze dus die abstractie onderzoeken, maar ook dat ze bijvoorbeeld dat roze gebruiken om een bepaalde lichtsetting met elkaar te vergelijken. Beide schilderijen zijn geschilderd in 1914 in Parijs. Maar ik weet zeker dat Mondriaan het werk van Matisse kende, maar Matisse waarschijnlijk niet het werk van de dan nog ontluikende Mondriaan.